In Lightroom kun je prima een panorama samenstellen en dat is waar het in deze video dan ook over gaat. Ik heb acht foto's genomen en nummer 1 is aan de rechterkant van het panorama en nummer 8 is aan de linkerkant van het panorama. En de rest dat zit daar tussenin. En iedere keer tussen het maken van de foto's zit een stuk overlap. Ik zal even twee foto's erbij pakken, de eerste twee om precies te zijn. Je ziet hier op foto nummer 1 aan de linkerkant een boom en die boom die zie je ook nog terug op foto nummer 2. En omdat dat hetzelfde is, is Lightroom in staat om te zeggen van... ...hé, hey, deze twee bomen lijken op elkaar, volgens mij moeten de foto's daar overlappen. En dat ook met de slootrand en zo zijn er wel meer dingen die gelijk zijn aan elkaar. En in dit geval heb ik ongeveer 40-50% overlap gehanteerd tussen de twee foto's. Wil je nu meer weten over panoramas? Dat kan, daar heb ik al een heel artikel over geschreven op de website... Het um, gaat grotendeels over 360 graden fotografie. Dus dat is helemaal in de ronde, en ook nog een keer 180 graden naar boven en beneden. Um, dat is op zich uh, voor een panorama niet altijd van toepassing. Maar er staan een hoop dingen in het artikel die ook hier van toepassing zijn. Goed. Er zijn twee stappen die je kunt doen. Je kunt uh, je foto's eerst aanpassen en dan een panorama maken. Of je zou nu een panorama kunnen maken en dan de foto's aanpassen. Welke manier jij toepast, dat maakt even niet zozeer uit. Ik ga gewoon eerst de foto's aanpassen. En dat doe ik heel simpel, gewoon met automatisch synchroniseren. En ik pak, even spieken, deze foto. Want de lucht is wel een klein beetje aan de lichte kant. En daarnaast heb ik nogal wat last van chromatische aberratie. En dat haal ik ook wel graag gewoon weg. Nou, dat kan gewoon met de lenscorrecties. Eens even kijken wat die daar van weten maken. Nou, daar ben ik nog niet helemaal zo happy over. Ja, hier kan ik wel een beetje mee leven. Ik ben nu even terug in de bibliotheek. Het kan ook gewoon rechtstreeks vanuit de ontwikkelmodule als je alle foto's maar geselecteerd hebt. Maar in dit geval heb ik dus acht foto's geselecteerd en nu moet ik Lightroom vertellen van hé, hey, ga hier eens mee aan de slag en maak hier eens een mooi panorama van. Nou, dat doe ik dus heel eenvoudig door gewoon met de rechts erop te klikken en bij foto samenvoegen voor panorama te kiezen. En vervolgens gaat Lightroom aan de slag. En dit is het uiteindelijke resultaat waarmee Lightroom op de proppen komt. Ik heb drie vormen van projecties: bolvormig, cilindrisch en perspectief. En in dit geval was het cilindrisch, want ik fotografeerde van links naar rechts. Maar als je met perspectief, als je bij wijze van spreken de gevel van een gebouw doet, dus dan ga je niet alleen van links naar rechts, maar ook nog naar boven en naar beneden. En bolvormig, dat gaat echt op als je een 360 graden, 180 graden omhoog panorama wil maken. Dus in dit geval is cilindrisch de juiste keuze. Automatisch uitsnijden. Nou, je ziet er is wat witte rand omheen. Vink je dat aan, dan haalt hij dat zelf weg. Ik wil daar later gewoon zelf wat meer controle over hebben. En je hebt nog de grens verdraaien. Daar kun je een heel klein beetje met uh, ja, een bepaalde vervormingsfactor uh, spelen. En dat is eigenlijk met name van toepassing bij bolvormig. Als je stitch, zoals het netjes heet, uh, niet helemaal lekker loopt, kan de horizon wel eens gewoon als een uh, golfvorm door je beeld lopen. En dat kun je daarmee corrigeren. Nou, dit is op zich wel iets waar ik mee aan de slag kan en ik druk gewoon op samenvoegen. Uh, Lightroom gaat nou gewoon hard aan het rekenen. Dit kan eventjes duren afhankelijk van hoeveel foto's je erin stopt en uh, hoe groot die foto's zijn. Deze zijn gemaakt met een Canon 5DS, dus die zijn ongeveer 50 megapixel per stuk. Uh, ja, dan tikt het gewoon wel aan en dan heeft het wel eventjes de tijd nodig om uh, op te renderen. Um, in de tussentijd kun je koffie nemen of uh, neem een abonnement op een YouTube-kanaal. Dat mag natuurlijk ook altijd. Maar uh, Lightroom gaat dus aan de slag. Ik vertelde dat ik met een uh, Canon 5DS deze foto's heb gemaakt van 50 megapixel per stuk. Uh, keer 8, wordt dat dan 400 megapixel? Nee, helaas niet. Ik heb dus een stukje overlap en daardoor heb ik dus niet 8 keer 50 megapixels. Ik zal dadelijk uh, ongeveer uitkomen op denk ik 150. 200 megapixel daar ergens tussen. En dat is op zich altijd voldoende. Uh, kortom, het is dus een hele leuke manier als je uh, een hele hoge resolutie wil hebben voor een hele scherpe grote afdruk bijvoorbeeld. Dan is dit een, een techniek die je toe kunt passen in je landschappen. Oké, okay, een Lightroom is klaar en je ziet wat er gebeurt. Er verschijnt een, een negende foto bij. En dat is in dit geval mijn panorama. En daarmee kan ik ook weer gewoon verder aan de slag. Dit zal uh, als een DNG-bestand erbij geschreven worden. En dat neemt gewoon de instellingen van de foto's over. Dus je kunt daar eventueel nog gewoon wat extra dingen op corrigeren. De blaadjes in de bomen. In het klein ziet het er allemaal niet zo geweldig uit, maar dichterbij valt het allemaal wel weer mee. Het lijkt erop dat het toch wat uh, oranje is. Dus ik ga dat gewoon nog even verder kijken of ik dat kan corrigeren hier. En zo vind ik hem wel prima. En uiteindelijk hou ik dus een panorama over van ons stadspark. Met uh, acht foto's gemaakt. En in totaal is dit 160 megapixel groot. Als ik dit ga afdrukken, is dit dus gewoon handscherp. En kan ik dus gewoon heel groot afdrukken. Bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer. Doei doei.